Hallo mensen, dit is mijn eerste video alleen in het Nederlands, dus sorry voor mijn fouten. Ik leer Nederlands sinds 10 maanden en ik wilde mijn, zo te zeggen, leertraject met jullie te delen. En ook is een goede manier voor mij te oefenen met spreken. Nou ja, ik spreek een beetje de taal, hoewel niet vloeiend. En in elk geval, ik probeer het te gebruiken als ik de kans heb. Ik spreek met mijn vrienden, tuurlijk over gewoon onderwerpen als weer, hobby's, eten. Eigenlijk voel ik mij niet klaar, nog niet klaar om over meer complexe onderwerpen te praten. Maar ik ben nog steeds, ik heb nog steeds geen vertrouwen. Om in het openbaar te spreken, maar ja, af en toe ik spreek met die in een kroeg of in een bar met de ober om een biertje of een koffie te bestellen, maar niet veel. Nu, tegenwoordig ben ik begonnen te kijken Nederlandse series, tv-series met ondertitels. Helaas begrijp ik er niet alles, maar genoeg om het verhaal te volgen en om te genieten van de show. Er zijn een paar Nederlandse series die ik leuk vind op Netflix of op de internet. En ik kan hem suggereren. Bijvoorbeeld Toon. Toon is een comedy. Is een comedy over een verlegen vent die tegen zijn wil beroemd wordt. Dankzij een virale video van hem op de internet. En het is heel grappig omdat hij heet zijn populariteit. Hij is inderdaad interessant. Hij is erg verlegen en zo. So, het is grappig. En de tweede is Anne. Anne Plus. Het is een, zo te zeggen, lievelingsverhalen. Het is een series over de liefdesleven van een meisje, een normale meisje in Amsterdam. En het is goed omdat de afleveringen zijn erg kort. Dus en elke aflevering is een verschillende relatie die zij heeft met een persoon. Het is makkelijk om te begrijpen. En de derde is Keizervrouwen. Keizervrouwen is een serie, de klassieke serie over maffia, illegale prostitutie, geld witwassen en zo. En alle goede dingen om te zien. Spanning en zo. Spannend en zo. De laatste is The Red Light. En is een serie over misdaad en moorden tussen Amsterdam en Antwerpen. Dus je hebt de kans ook een beetje Vlaams te luisteren. En voor dit is het goed om de oren te trainen. De derde, ik
Ik ook proberen om de andere series Ares te kijken, maar het is een beetje te moeilijk voor mij te begrijpen. Het is een te, er is te veel mysterie, te veel complexe de hele verhalen. Ik gestopt met kijken dat. Ik vind erg nuttig ook om de strips te lezen in het Nederlands. Ik heb gelezen twee of drie strips in deze talen. Bijvoorbeeld George en Jimmy of Suske en Wiske en Kalfje. Dit is Tintin in Frans. De Belgische strip. Ik ook ontdekte dat Amazon heeft vele strips in het Nederlands. En er zijn erg goed om de woordenschat te verbeteren. En een paar zijn ook gratis te downloaden, zonder betalen. Dit is de eerste stap van mijn leeravontuur. Bedankt voor kijken. Bedankt voor het kijken. Weet niet. Helaas voel ik nog niet genoeg verzekerd om in het openbaar te spreken, maar ik voel vooruitgang en dat is goed. De rest, denk ik, komt met oefenen en met praten. Dit was alles voor vandaag. Fijne dag iedereen. En doei. Doei.